Keurig. Kijk eens. Aan wethouder Koops de eer om het eerste bordje op te hangen. Op de gevel van de oude visrokerij in Spakenburg prijkt vanaf nu een monumentenschild. Een fantastisch gevoel dat het oudste gebouw in het museum nu voorzien is van dit schildje. Want alle mensen die nu het museum bezoeken zien gelijk van, hé, dit is echt oud. De rokerij is onderdeel van Museum Spakenburg. Rond het jaar 1880 werden hier de eerste vissen gerookt. Binnen is nog precies te zien hoe dat ging. De vis die gevangen was, werd in deze bakken gegooid. Vervolgens werden ze schoongemaakt en dan werden ze aan deze spijlen geregen. Dus eigenlijk door de oogkassen werden ze aan de spijlen geregen. Bunschoten Spakenburg heeft in totaal 12 van dit soort rijksmonumenten. De gemeente hoopt dat door zo'n schild meer toeristen naar het dorp komen. De botters, de haven, dat trekt direct. Maar daarnaast heeft Bunschoten meer. En Bunschoten heeft niet alleen het centrum van Spakenburg, maar heeft ook een stukje Bunschoten zelf, waar bijzondere gebouwen zijn met ook een bijzondere historie. De historie van de visrokerij is zeker bijzonder en goed bewaard gebleven. Het is de bedoeling dat alle rijksmonumenten in de gemeente het monumentenschild ophangen.